Hartelijk welkom in Woonzorgcentrum Booghuis in Leuven. Wij hebben 8 woningen hier in huis, waar onze bewoners met dementie samenleven en telkens met 9 bewoners per woning. Het systeem zoals wij het hier in huis hebben uitgewerkt is uniek in België en wij denken zelfs in de hele wereld. Omwille van het feit dat wij verschillende moderne technieken met elkaar gecombineerd hebben, waardoor we de voordelen van elke techniek eigenlijk nog vergroten, omwille van het feit dat we ze in combinatie met elkaar gebruiken. Bij het zoeken naar oplossingen om onze bewoners te ondersteunen, willen wij gebruik maken van moderne technologie. Het is technologie die echt ten dienste staat van onze bewoners en van onze medewerkers. Dus we werken met slimme sensoren en met leefcirkels. De leefcirkels helpen om een beetje te traceren waar onze bewoner zich bevindt. En wij doen dat aan de hand van een zendertje dat de bewoner bij zich draagt. Dat is een polsbandje. En dat bepaalt waar dat zij kunnen of mogen gaan zonder dat er een gevaar voor de bewoner zelf is en dat wij hen ook nog terugvinden. Op het moment dat een bewoner dan de veilige zone die voor hem bepaald is in dialoog met de bewoner en zijn familie verlaat, dan krijgen wij een signaal en kunnen we gepast ingrijpen om de bewoner terug binnen de veilige leefcirkel te brengen. Dat geeft een rustiger gevoel naar de bewoner, want er gaat eindelijk eens een deur open, dus die kan gaan verkennen. En voor ons, ja, die deur mag opengaan, we moeten ons geen zorgen maken. In heel het gebouw werken we met slimme sensoren. Dat zijn eigenlijk cameratoestellen, maar geen camera's waarvan de beelden worden opgeslagen. Het is eigenlijk alleen een extra paar ogen voor onze medewerkers. We zijn heel ver gegaan in heel het ontwerp van dit gebouw. We hebben ervoor gekozen om in de verlichting die in onze keuken en in de leefruimte aanwezig is, om daar de mogelijkheid te voorzien om de golflengtes zodanig aan te passen dat die het dag-nachtritme ondersteunen. Ja, bewoners met dementie hebben wel eens een probleem om voor zichzelf uit te maken welk deel van de dag is het nu. Is het ochtend, is het avond, is het nacht? We proberen ook daar aan de hand van technologie een ondersteuning te bieden aan die bewoners. Wij gaan op alle vlakken heel ver om onze bewoners aan de hand van moderne dingen te ondersteunen en de beperkingen die soms door dementie ontstaan, om die zoveel mogelijk voor hen uit de weg te ruimen. Eigenlijk hebben wij de mooiste beroep van de wereld. Omdat het leven stopt niet als je ouder wordt. Ook dan heb je een stem en ook die stem moet gehoord worden. Ja, de mens wordt geboren en sterft, maar dat laatste stukje, dat gaan we samen doen. Maar dat gaat niet minder leuk zijn, dat kan ook nog heel waardevol zijn. Dan moet je niet meer bang zijn om oud te worden. Dan moet je niet meer bang zijn om dementie te krijgen. Want dan weet je, er ergens in Leuven is er het nieuwe Booghuis. Daar is het gewoon fantastisch om te leven.